Ik denk dat het toch iets te kort is. Ik heb echt minimaal van afval. Ja. Hey, voordat we gaan beginnen, mag ik nog even iets zeggen? Ja? Ik ben echt rete zenuwachtig voor deze. Dat snap ik. Zullen we maar beginnen? Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Wij vroegen ons af wat er gebeurt als je bij de kapper zit en die komt dan met een spiegel zo achter je en die vraagt: bent u tevreden? En jij zegt nee. Ja, krijg je dan een gratis knipbeurt. Dan gaan we testen. Jij begint. Ja. Heb je er zin in? Verre van. Dat snap ik. Ik vind het heel aan je. Ik ben ook heel erg blij dat jij eerst gaat. En ik kijk daarna wel of ik het ga doen. Nou jongen. Ik voel hem echt al. Ja, bij jou is het ook wel een heel sterk verhaal. Überhaupt, wat is je verhaal? Dat je morgen een fotoshoot hebt? Ja, dat was mijn verhaal. Kijk, daar ga je al. Ik weet dat dat heel ongeloofwaardig is. Mijn haar, daar kan zo weinig fout mee gaan. Ik kan over je inhoud maar beginnen dat je dit niet had. Idee. Jij bent mijn manager, dus ik ga jou facetimen daarna. Ja, ik ga jouw verhaal aandikken. Het is echt te kort. Ik heb tegen je gezegd, een beetje trimmen, maar dit is gewoon te kort. Hey, maat, we zijn er. Het is gewoon midden in de woonwijk. Huh? Waar de fuck heb jij een afspraak gemaakt? Ja, bij hairstudio. Waar zie jij een hairstudio? Hier, zie je? Gewoon open ingang. We gaan het doen. Het is een woonwijk. Sta je er niet achter? Ik zie het voor me dat je naar binnen kan filmen. Gewoon zo echt een kapper. Oké, dus andere kapper. Ja, ik vind hem wel. Ik ga heel even checken hoe het eruit ziet. Oké, het ziet er wel anders uit dan ik had gedacht. Maar ze hadden mij al door, hè? Ze zagen mij al filmen. Ja, maar kijk even hoe pal voor je de deur jij staat, ja. Martijn. Het is wel dat het best opvalt als iemand zo voorbij loopt met een camera aan zijn hand. Jij het nu verpest voor mij? Ja, een beetje wel. Ja, sorry. Ik dacht dat jij dat verpest, maar ik heb het verpest. Jezus, jongen. We zijn over 30 seconden bij de brainwash. Voel je de spanning al een beetje? Ik voel wel iets opkomen. Zal ik even kijken of het druk is? Waarom zou je kijken of het druk is? Nou, dan kan ik het weer verneuken en dan moet jij mijn afspraak overnemen. Nou, ga jij even de boom bij elkaar verzamelen, dan ga ik wel de eerste keer. Waar is het geheime cameraatje dat ik mee ga nemen? Een tasje wat ik zeg maar bij het spiegeltje kon zetten, op het plankje, zodat ik mezelf kon filmen en de kapper. Het is niet gehuurd, hè? Draai even. We draaien al. Allemaal 16, 17, 18-jarigen daarbinnen. Ik maak echt geen grap. Ik heb nog een groter probleem. Wat dan? We hadden toch bij de productie neergelegd dat we een lesje met een geheim cameraatje erin, zodat we die neer kunnen zetten. Ja? Op dat plankje wat voor je zit bij de kapper, bij het spiegeltje. Ja? Die hebben we niet. Oh. Joost nu net doen alsof je aan het bellen is. We zijn even een scènetje aan het opnemen. Want wij willen jullie wat vertellen, maar het is leuk als we het Scripted Reality doen. Oké, top. Weet genoeg. Komt hij terug met het verhaal dat we het niet hebben. Nou. Dat kleine GoPro'tje wat bij ons in de auto aan de voorkant zit. Ja? Dat was onze geheime camera. Dit was zo goed Scripted Reality. Zie je? Dus we doen het morgen. Ik denk dat het vertelde. Ik denk dat je meer even voor lul zet. We hebben even iets beters nodig waar we dat in kunnen verstoppen. Ja, dus morgen zijn we terug en proberen het nog een keer. Hey Megan! Hey! Joost, wat hebben we nu wel wat we gisteren niet hadden? Nu hebben we een geheime camera. En wat voor een? Bam, sta eens even. Nou, naar welke camera moet ik kijken? Ik weet het niet meer. Leuk hè? Ja, dat is leuk. Valt het op? Ja, maar dat ik het weet. Maar als ik het niet zou weten, zou het niet opvallen. Echt? Ja, klootzak. Jij sleept me er wel even doorheen, hè? Ja, manager. Ik ben manager. Ik sta standby. Dit is hier om de hoek. Bij kapper, Desiree. Zie je, daar is een bord al. Ik ben hier zo ongelooflijk zenuwachtig voor. Waarvoor heb ik die foto's gedaan eigenlijk? Voor gazellen. Hier, fietsenwinkel. Ja, ik ben die guy op zo'n poster, toch? Goedemiddag. Je hebt gebeld? Ja, zeker. Willen jullie misschien drinken? Nee, dankjewel. Yes. Er moet wat af. De zijkant moet wat korter. De bovenkant moet wat korter. Maar het mag niet te veel. Okay. Ik heb morgen namelijk een fotoshoot. En het is heel belangrijk dat er niet te veel af gaat. Mijn manager heeft er echt duidelijk om gevraagd. De kapper wil gaan, kan, maar mag echt niet te veel af. Yes? Ja. Dankjewel. Morgen ook een spannend dag vandaag een beetje. Ja, voor een fietsreclame. Ja. Nou, ik ben een van die guys die daar moet staan. Ja. Ga je ook vertrouwen. Het is echt een droom. Het is echt een droom die waar komt. Ja. Het is echt een droom die uitkomt. Ja, het is echt fantastisch. Joost zit bij de kapper. Hij gaat mij zo meteen facetimen om het verhaal nog even aan te dikken. Dus ik kan zo'n belletje verwachten. En dan ga je zien hoe goed ik kan acteren. Not.
ik denk dat het toch iets te kort is. Ik heb echt minimaal van afval. Ja. Ja, dat geloof ik ook. Als je de lengte goed vindt, dan... Ik vind de lengte eigenlijk te kort, als ik heel eerlijk ben. Ik heb echt minimaal van afval. Daarom zei ik in het begin van jouw klets. Het is ook heel lastig. Het is ook heel lastig om natuurlijk de precisie te halen. Zo, mag je heel even iemand bellen? Ja? Ja? Bitboy Jossa. Yo, hey, ik ben even naar de kapper gegaan, zodat ik hetzelfde lengte heb van vorige keer. Wow, wat heb je gedaan, Gab? Je weet dat je morgen die fotoshoot hebt, toch? Ja, daarom ben ik ook even gegaan, zodat hetzelfde is als 3 weken geleden. Ja, dit is echt heel veel korter dan de laatste keer, Pik. Ja, dit is wel een dingetje, man. Maar dit hoeft toch geen probleem te worden? Dan moeten we die hele fotoshoot 2 weken uitstellen. Snap je zelf toch ook wel? Ik heb nog gezegd, echt een heel klein puntje. Kijk, weet je, haar groeit in 2-3 weken tijd. Heel klein puntje, maar dit is wel iets te veel, man. Ja, als het niet jouw fout is, ja. Ik bel je zo. Yo. Zo, dat is even een tijdje slecht acteerwerk. Ja, het is ook echt een zuurpruim, hoor, deze gast. Maar, shit. Ja, zal ik even kijken hoe dat nu staat? Ja, dit is natuurlijk niet wat het was. Ja, joh, zit hartstikke mooi, man. Ja, dat vind ik lief dat u het zegt. Ja, echt. Ja, dankjewel. En die bril zo erbij, staat ja. Prima. Oh. Nou, moet ik hier dan ook nog volle pond voor betalen? Ja, dit is... Ja. Ook als je niet tevreden bent, moet je de volle pond... Maar ik vind dat dit geen reden is om niet te betalen. Ja, nee, je hebt inderdaad gewoon je werk geleverd. Ja, dat klopt. Ja. En kunnen we dan wel iets aan de prijs nog doen? Als je 10 euro geeft, is goed. Oké. Okay. Dat vind ik ook fijn. Ja. Tot ziens. Oké, okay, pak de camera en dan ga ik terug. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Lieve schat. Nee, dat weet je toch? Nee, ja, sorry. Sorry, mag jij een knuffel geven? Ja, ik vond het zo vervelend, want je hebt het zo goed gedaan. Ik wist het. Je hebt het zo goed gedaan. Je hebt goed werk geleverd, je reageert heel vriendelijk. Zelfs als ik de closer ben jij echt een topper. Ik ga de rest natuurlijk bijleggen. Tuurlijk, ik voelde me zo schuldig. Ja, dan gaan we de rest nog even afrekenen. Ja, is goed zo. Zeker? Ja, zeker. Kapperszaak Desire, niet Desiree zoals ik zei. Word je fantastisch geholpen. Doei doei. Hey Martijn, ik kan je zeggen... Oeh, dat is veel te kort. Ouwe, je voelt je zo'n ontiegelijke klootzak als je dat doet. Ja, is gelukt. Ik heb het niet gratis gekregen. Oké, okay, maar ze willen van die 18 euro willen ze tientje maken. Ah, dat vind ik heel lief. Ja, ik ben ook al teruggegaan. Ja. Ze stond echt te shaken. Nee. Aan het einde was ze echt een beetje boos. Gelukkig is er voor jou nog heel veel ruimte om te winnen. A, kan nog heel veel van af. Ja. En jij kan ervoor gaan om voor helemaal gratis. Hè? Het is wel weer een beetje laat geworden, dus laten we dat weer morgen oppakken. We hebben nog 1 nachtje om te slapen. Nou. Daar gaan we dan. Hallo. Spreek die aan de phone? Ja. Hi. Martijn. Sam. Nice to meet you. Rowan? Yeah, so I did a photo shoot like 3 weeks ago and we didn't finish yet. So I need my hair to look exactly like the same. Yeah, so a little bit shorter. So 3 weeks. What are you working for? All different types of magazines. This one is actually for the Lomo. Yeah. The magazine. Nice. I started doing it full time a few months ago, but it's still kind of hard to pay all the bills, you know? Yeah. I used to work as a bartender next to this, next to being a model. I practice at home a lot now when I have free time. On the looks and stuff. Gaat wel los, hè? Is it three weeks of length? Yeah, I don't know if your hair growing so fast. I think it's good. Yeah? When we finish, if you want more short, then of course. No, I'm afraid maybe it's too short. Yeah, I'm a little bit afraid that maybe it's too short. Do you think it's short? I think it's too short, yes. Let me check with my manager. Hey Martijn. Hey grappie. Ik zit nu bij die kapper. Is dit te kort? Ja, maar dit is niet goed voor de fotoshoot, man. Daar was ik ook al een beetje bang voor. Het is wel iets korter dan ik had verwacht. Ja, kut zo. Wat kunnen we dan nu doen? We hebben natuurlijk geen bruidverf klaarstaan. Dus eigenlijk wat je zegt is dat ik die fotoshoot niet kan doen? Ja, dit wordt wel een probleem. Ik denk dat we moeten opschorten. Dit moet langer. Dit is wat het is. Ja. Ik kom zo even langs.
Maar ja, een beetje kut dit. Yo, dat is ook een hele rare rol eigenlijk. Nu kijken of hij het gras krijgt. Ja, yeah, that's what it is. I think this is more than 3 weeks, I guess. But I still have to pay though? No, it's okay, you can go. You sure? Yeah, you don't like it, but I think it's not short. But yeah, it's okay, you can go. Thanks, man. Yeah, sorry, man. It's... Dit is gelukt en nu gaan we natuurlijk even terug. Hij heeft prima zijn best gedaan en het is helemaal niet te kort. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij hierop gaat reageren als we nu weer met de camera naar binnen gaan. Maar we gaan wel even netjes betalen. Hey man, you're on a TV show. It's a program where we test if you can get a free haircut. But it was perfect. Thanks. But I would still like to pay for the cut. No, no, you don't have to. You sure? Yeah, of course. Okay. Perfect. Thank you. But the hair is perfect. Yeah, thank you. Thank you very much. Ah, dit was wel heel lief. Dit is echt ziek kut om te doen. Maar reageerde fucking relaxed. Wat nog leuker is, Joost kreeg korting. Ik kreeg het gratis. Nou, kun je zeggen, het kapsel ziet er prima uit. Ja, toch? Helemaal gratis? Wat denk je? Ja, het is gewoon goed geknipt. Dus ik denk dat je het je... Je bent wel vrolijk. Het is je gelukt. Het is wel gelukt. Het is je gelukt. Lekker, vriend. Ja, man. En de grap is, ik ben al teruggegaan. Ja? Om te betalen. En dat mocht niet. En dat mocht niet. Hé, hey, wat ontzettend goed gedaan. Maar echt heel kut om te doen. Is het het waard? Ja, eigenlijk niet. Ik nee, betaal liever voor mijn coverbeurt dan dat ik in zo'n ontzettend ongemakkelijke situatie terechtkom. Maar goed, het lukt wel. Ja, het is aan jullie. Ja. Heb jij het ervoor over om gratis geknipt te worden of korting te krijgen, net als deze stakker? Dan weet je wat je moet doen. Volgende week zijn we gewoon weer terug met nieuwe gierige trucjes. En donderdag weer een nieuwe anti-bucketlist. Ja, wie zou de lul zijn? Laat het weten in de comments. Doei doei. Superleuk. Misschien raad je het wel en dan heb je niks gewonnen.